verkenningsfase, ja. En hoe, ja. En toen ben ik ook volledig losgeslagen. Ik ben toen compleet nachten niet meer boven water gekomen in Amsterdam. En, ja, ik wilde wel mijn schade inhalen. Maar dan zei je dan ook, jongens, weet je wel, in het nichtenwereldje waar je dan in terecht kwam. Van, oh jezus, maar wat heb je dan veel gemist. En dan heb je al die jaren in een gevangenis. Ja, ik heb het altijd wel leuke dingen gedaan. Ik had het altijd wel naar mijn zin. En, als je nu dat hele homo scene gebeuren, weet je, kent. Nou, niet gelukkig. Nee, heb ik ook nou niet het idee dat ik dat nou echt heel veel gemist heb. Als je dan gaandeweg de rit je mensen steeds beter leert kennen en je zit 24 uur per dag, 7 dagen per week op elkaars lip, ja, dan kom je op een gegeven moment ten opzichte van je mensen ook dichter te staan. En ja, ze vertellen hun verhaal tegen jou en ze verwachten van jou ook dat je een stukje openheid geeft over hoe het thuis is of ja, wat dan ook. Nou, toen heb ik het zo, eigenlijk gaandeweg heb ik het tegen een aantal mensen verteld. Het gaat gebeuren, echt waar. Ze komen er geloof ik aan. 2 dagen gewacht en dan nu toch eindelijk. Go.